Olympisch kampioen Jorien ter Mors krijgt heel wat voor de kiezen. Vandaag had ze een knieoperatie, waardoor ze dit seizoen niet in actie komt. En ze heeft meer zorgen, vooral door het verdwijnen van de iSkate-organisatie. Tientallen schaatsers stonden toen in één klap op straat. Dit weekend begint het schaatsseizoen in Heerenveen. Intussen hebben alle topschaatsers onderdak gevonden bij een ploeg. Maar dat betekent niet dat ook alles is opgelost. Ik heb gewoon nog heel veel geld van hun te goed. En dat hield voor mij onder andere in dat ik mijn bruiloft dit jaar moest verplaatsen. Omdat het gewoon financieel niet haalbaar was. Nou ja, dat zijn natuurlijk geen dingen die je uiteindelijk zou willen doen. Maar ja, dat is een gevolg van. En ja, dat heeft mentaal natuurlijk zeker wat schade aangericht. Het was een revolutionair idee binnen het schaatsen. Een formule waarbinnen je van jonge pupil kunt doorgroeien naar de wereldtop. Binnen één organisatie. iSkate. Het leek een uitstekend en solide plan, maar de boel stortte ineen als een kaartenhuis. Hoe kon dat gebeuren? U kent natuurlijk Michel Mulder. En de andere Olympisch kampioen Jorien ter Mors. Ook schaatsgrootheid Koen Verweij. Allemaal wereldtoppers. Die reden voor bekende commerciële ploegen zoals Afterpay, Beslist of Plantina. Maar minder bekend is dat ze allemaal reden onder één paraplu. iSkate genaamd. De visie was groots na de lancering in 2010. Er ontstond een overkoepelende organisatie met op het hoogtepunt 3 eigen profploegen. En een eigen opleidingsgroep, gevoed vanuit de eigen jeugdopleiding. Met Juri Solinger als directeur. Een goede opleiding met een mooie exposure en een beetje meer het FC Groningen nabootsen in schaatsland. Ja, dat was eigenlijk ook het ideaalbeeld. Dus dat je een eigen talent helemaal gaat opleiden en die dingen gaat aanleren die we als technische staf belangrijk vinden. En dat uiteindelijk gaat resulteren in winnen op het hoogste niveau. Een betaald voetbalorganisatie nabootsen. Solinger doet als directeur de zakelijke kant. De broers ten Hoven zijn vanaf het begin betrokken bij het opleiden van talenten. Ja, wij waren de eerste die onder schooltijd gingen trainen. Met een groep trainers en met een groep kinderen aan de slag gingen. En we waren echt aan het pionieren. Dat was een fantastische tijd. Ik zei, ik vind het leuk om daar mijn naam aan te verbinden en om dat project te ondersteunen. De schaatswereld is enthousiast. En een grote geldschieter zorgt ervoor dat ook topschaatsers zich verbinden aan iSkate. Hey, wait a minute. I'm new to the team as well. In een hele korte tijd groeiden we snel en dat was echt fantastisch. En er is succes. In de top. Michel Mulder wordt Olympisch kampioen. Maar ook daaronder groeit iSkate enorm. Op het Nederlands kampioenschap is op de 500 meter 75% van alle deelnemers in dienst van iSkate. Inclusief toptalent Daidai Netap. Ik denk dat ze mij gewoon heel veel geboden hebben. Van het development team heb ik heel veel geleerd. Dus ik denk ook wel dat de manier hoe de visie in elkaar zat, zeker aan het begin, dat me gewoon heel veel opgeleverd heeft. Op het hoogtepunt zijn er 140 schaatsers met 25 begeleiders. Het grootste schaatsbedrijf ter wereld kopt de NRC. Directeur Juri Solinger draait aan de knoppen. Als baas van een goedlopend internetbedrijf, Athlete Shop, is hij ook nog eens medesponsor. En de bomen groeien tot in de hemel. De jaarbeurs wordt afgehuurd voor een teampresentatie. Ze hebben een eigen tv-uitzending. Goedendag dames en heren, welkom bij iSkate TV. Ook een documentaire wordt gemaakt. Alles kan. De volgende stap daarbovenop zou zijn inderdaad rechten beheren. Wij hebben niet de rechten van het schaatsen. Eigen stadion. Een eigen stadion, ja, dat zou denk ik uiteindelijk wel. Nee, maar goed, je kunt groot denken, zijn we Nederland niet gewend. Jullie doen het wel. Op een gegeven moment word je groter en groter. En je weet ook sponsoren die komen en die gaan. Dus op een gegeven moment stond er wel een hele grote organisatie die gefund moest worden. En ik denk dat uiteindelijk spaak is gelopen. Want als in april 2016 Beslist.nl stopt met de sponsoring, beginnen de problemen. Het model zat zo in elkaar dat we commerciële ploegen hadden met grote sponsoren, met kopstukken die interessant waren voor die sponsoren. En dat geld moest naar beneden druppelen eigenlijk. Iedere euro die we hadden, die zouden we in de sporters moeten kunnen steken. Maar iedere euro moet ineens 3 keer worden omgedraaid. En er is meer. Verschillende contracten, zo komt naar buiten, worden met creatief boekhouden op niveau gehouden. Op een gegeven moment ging het geld eigenlijk een beetje de visie en de lijn bepalen. Dat moest vanwege de sponsor of van bepaalde sponsorbelangen. Ja, en daar ging de schoen toen wel heel erg wringen. Met het aantrekken van sponsor Plantina lijken de meubelen gered. Maar de geldproblemen worden groter en groter en de geldstromen ondoorzichtiger. Een van de voorbeelden is Olympisch kampioen Esmee Visser. Als lid van Team Plantina zou ze recht moeten hebben op een salaris. Maar ze zag geen cent. Sterker nog, ze moest een paar duizend euro contributie betalen. Zelfs over het krijgen van een officieel Plantina teamvest werd moeilijk gedaan.
Nou, ik ben onder Olympisch kampioen geworden. Dus weet je, in dat opzicht heb ik niks te klagen. In welk opzicht had je wel wat te klagen? Ja, dat... Daar praten schaatsers liever niet over. Daidijne Tap, de man van twee keer vals op het Olympisch kwalificatietoernooi, was in de week voor zijn cruciale 500 meter nog bezig met declaraties en geldvragen. Ja, over dat soort zaken, dan wil je zeg maar een week voor het OKT, wil je daar helemaal niet mee bezig zijn. Jorien ter Mors ontvangt dan al maanden geen salaris. Ik wacht nog op een hele bak met geld. Ja. Dus je hebt een heel mooi moment en daarnaast een heel dieptepunt wat je dan ook meemaakt. Als Plantina na de winter rechtsomkeert maakt en niet meer met ijskate verder wil, is er nog maar één geldschieter over. Het bedrijf van ijskate-directeur Solinger, dat na een stroom van negatieve berichten ook in zwaar weer verkeert. Het is heel lang geleden dat we een bedrijf hier hadden waar zoveel klachten over binnenkwamen. Het doet pijn in mijn hart, deze vraag, deze zaken die ik zie. De zaken blijken dan ook niet meer te redden. De ijskate-formule is onhoudbaar geworden. Als het bedrijf van Solinger in juli failliet verklaard wordt, is ook de stekker uit het ambitieuze schaatsproject getrokken. En is voor veel sporters de droom een nachtmerrie geworden. Ik heb een rechtszaak gehad en in principe heb ik een vonnis gekregen en zouden ze mij alles moeten uitbetalen. Alleen waar niks is, valt ook niks te halen. Dus dat zal de tijd denk ik alleen maar uitwijzen. Maar ergens in mijn achterhoofd ben ik wel bang dat een verloren zaak is. Ja, de voormalig algemeen directeur van ijskate, u zag hem, Jurie Solinger, wilde niet reageren.